Suzy heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha! En wil Leo ook een stukje cake? Grom! Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij! Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom! Hij wil een klein stukje, graag. Mama Big geeft Suzy's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met meneertje Dinosaurus. Dinosaurus. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Suzy een onzichtbare vriend heeft. Grom! Leo Leeuwtje zegt dat hij de cake niet op kan. Dus George mag het hebben. Zullen we nu boven gaan spelen? Ja, laten we ons gaan verkleden. Ik vroeg het eigenlijk aan Leo. Oh. Grom! Leo zegt dat hij verkleden heel leuk vindt. Fijn! Kom mee, Leo. Peppa en Suzy gaan zich verkleden. En Peppa wordt een tovervee. Ik geef u één wens. Mijn wens is om koningin Suzy te zijn. En Leo Leeuwtje mag dan de nar zijn. Maar hij wil de nar niet zijn, hoor. Hij wil de koning zijn. Daar heb je papa Big. Mama Big zegt net dat je heel bijzonder bezoek hebt. Het is gewoon Suzy maar, hoor, papa. Weet je zeker dat er niet nog iemand is, Peppa? Er is inderdaad nog iemand. Koning Leo Leeuwtje. Grom! Kinderen, wij gaan een rommelmarkt organiseren. Het geld dat we verdienen gaat naar een nieuw dak voor de school. Hoera! Iedereen moet dus iets geven voor de rommelmarkt. Wat dan precies? Je kunt oud speelgoed geven of iets dat je niet meer gebruikt. Miauw. Alle ouders komen hun kinderen ophalen. Naar huis. En vergeet niet oude spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Peppa kiest speelgoed uit voor de rommelmarkt. Peppa, heb je al gekozen? Je hoeft maar één ding weg te geven. Ja, en zo help je de school aan een gloednieuw dak. Oké, dan kies ik meneertje Dinosaurus. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Peppa, je kunt meneer Dinosaurus niet weggeven. Echt niet? Nee. Ik snap het. Sorry, George. Dinosaurus. Waarom kies je niet deze oude springvierenpop? Oké, nu is het jouw beurt, papa. Wat? We moeten allemaal iets geven voor de rommelmarkt. Ja, ik geef deze hoed en George geeft deze bal weg. En wat gaat papa geven? Ik weet wat, de televisie. Niet de tv. Nee, die gebruiken we nog. Ik weet het. Papa stinkpantoffels. Nee, te stinkerig. Ik weet het. Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is hij een fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, papa Big. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Hallo oma Big. Polly heeft heel veel zin in haar vakantie bij Peppa en George. Hallo Polly. Ah, hallo Polly. Als een echte papegaai zegt Polly alles na. Wat zit er in Polly's koffertje, oma? Daar zit Polly's voer in. George, kun jij raden wat Polly het liefste eet? Chocoladecake. Nee, geen chocoladecake. Polly lust graag vogelzaad. Vogelzaad! Mag ik haar voeren, oma Big? Mag ik haar voeren? Ja. Het is belangrijk dat jullie Polly niet te veel voer geven. Ja, opa Big. Opa, mogen we Polly uit haar kooi halen?
Ja, maar dan moeten jullie wel alle ramen en deuren dicht doen. Anders kan Polly wegvliegen. Goed, dat doen we, opa. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, George. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Wil je soms een kopje thee? Wil je soms een kopje thee? George strooit vogelzaad in Polly's bak. George, dat is veel te veel vogelzaad. Zo gaat Polly groeien en groeien tot ze knalt als een ballon. Plop! Knalt als een ballon. Plop! Wat hoor ik daar? IJsjes! IJsjes, hoera! Oh nee, George vergeet de deur dicht te doen. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan. Dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed, dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Garage opa hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erom. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Sissy. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Komt u voor benzine of lucht? Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa hond. Oeh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten.
Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké, stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo Peppa. Hallo Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen? De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big! We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet onze vlees! Zo, Kelly! Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start... Af. George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start. Af. Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Oeh. Malle George. Hier is je bril. Dank je.
Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe één oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil jij opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. Mooi. Nu is Jake over. Peppa's oplossing voor de hik heeft dus niet geholpen. George, je hebt het verkeerd gedaan. Ik weet nog een manier om eraf te komen. Eerst spring je 3 keer op en neer op 1 been. En nu zwaai je met je armen op en neer en steek je je tong uit. En nu doe je je ogen dicht en draai je 3 keer rond. Heel vlug. Peppa's nieuwe trucje werkte weer niet. George heeft nog steeds de hik. Ik weet het. Om van de hik af te komen, moet het diggertje schrikken. George, ik ga je laten schrikken. Maar onthoud goed, het is maar een spelletje en je komt van je hik af. Dus je weet het, het is maar een spelletje hoor. Peppa, je moet niet zo wild doen met George. Hij is nog maar klein. Sorry mama. Ik wilde George alleen maar van de hik af helpen. De hik van George is weg. Daar komt papa Big met 2 bekers sap. George, als je te snel drinkt, krijg je de hik weer. Ik ben niet zo klein als George. Ik kan mijn sap zo snel opdrinken als ik wil. Zonder zijn bril kan papa de krant niet lezen. Dit is toch belachelijk. Ik kan niet zien. Iemand moet hem ergens hebben neergelegd. Weet je nog waar je hem het laatst op had, papa Big? Als ik hem niet op heb, heb ik hem altijd in mijn zak. Maar daar is hij nu niet. Papa, zullen we je helpen je bril te zoeken? Goed idee, Peppa. Als jullie hem vinden, is papa tenminste niet meer zo knorrig. Ik ben niet knorrig. Peppa en George zoeken de bril van papa. Peppa kijkt onder de krant, maar daar ligt hij niet. Oh. George kijkt op de televisie, maar daar ligt hij ook niet. Oh. Laten we in de slaapkamer van papa en mama kijken. Peppa en George zoeken in papa en mama's slaapkamer. George, voorzichtig. Pas op dat je niets omgooit.
Dit is niet grappig. Peppa kijkt onder de kussens, maar daar ligt de bril niet. Oh. George kijkt in papa's sloffen, maar daar ligt hij ook niet. Laten we in de badkamer kijken. Peppa en George kijken in de badkamer. De bril ligt niet in het bad. Oh. De bril ligt ook niet in de wc. Oh. Dit is veel te moeilijk. Papa, weet je zeker dat George groot genoeg is? Hij redt het wel. Oké, hij mag mee. Tot straks. Mevrouw Gazelle past op de kinderen van de speelclub. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henky Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Zullen we George laten zien hoe wij tekeningen verven? George is niet zo goed in verven. Misschien kun jij hem wel helpen. Ja, dat kan ik heel goed. Ik zal hem laten zien hoe je een bloem verft. George, vandaag ga ik je leren hoe je een bloem moet verven. Eerst verf je een grote cirkel. Nee, George. Dat is de verkeerde kleur. Nu moet je de bloemblaadjes maken. George. Peppa moet George gaan zoeken. Gevonden! Peppa heeft George gevonden. George, ik heb je te makkelijk gevonden. Nu is het Peppa's beurt om zich te verstoppen. 1, 3. Ik zal helpen met tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Oké, George, kijk nu maar. Nu moet George Peppa gaan zoeken. Oh. Peppa zit niet onder de tafel. George, heb je eraan gedacht boven te kijken? Peppa zit niet onder het bed. Wat was dat voor een gek geluid? Peppa zit niet achter het gordijn. Daar is dat gekke geluid weer. Wat zou dat toch zijn? George heeft Peppa gevonden. George heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag.
Auw! Oh. En in deze appel zitten nog meer zaadjes. Om nog meer appelbomen te maken. Precies, ja. Opa, opa. Ik wil ook een zaadje planten. Wil jij een aardbeienzaadje planten? Ja, graag. Dit zaadje wordt een prachtige aardbeienplant. Eerst maken we een klein gaatje. Dan stop ik het zaadje erin en bedek het met aarde. Zal ik hem water voor je geven? Nee, nee. Ik wil het zelf doen. Goed zo. En nu wachten we tot het gaat groeien. Peppa en George wachten tot het zaadje gaat groeien. Er gebeurt helemaal niets, opa. Je moet geduld hebben, Peppa. Het duurt een hele tijd voordat hij gaat groeien. Peppa, George, tijd om te gaan. Maar we wachten tot mijn aardbeienplant gaat groeien. Ik wil aardbeien bij de thee. Geen zorgen, Peppa. De volgende keer als je komt, is het zaadje uitgegroeid tot een plant. En dan hebben we aardbeien. Ja. Kom, Peppa. Tot gauw, opa. Dag, aardbeien. Opa Big let op Peppa's aardbeienplant. Na een paar dagen ziet opa het plantje groeien. Elke dag wordt de plant een beetje groter. Dan, op een dag, ontdekt opa iets heel bijzonders. Aardbeien. Die van jou is ook een babyfiets, Peppa. Jij hebt nog zijwieltjes. Ik kan al fietsen zonder mijn zijwieltjes. Nee. Ik ook. Ik ook. Ik ga de heuvel weer op. Ga je mee, Peppa? Nee, ik denk dat ik hier blijf. Nee. Tot strakjes. Doei. Peppa zou willen dat ze geen zijwieltjes op haar fiets had. Papa, ik wil die zijwieltjes niet meer op mijn fiets hebben. Denk je dat je zonder ze kunt fietsen? Ja! Oké, Peppa, ik haal ze eraf. Papa Big haalt de zijwieltjes van Peppa's fiets af. Weet je zeker dat je gaat fietsen zonder zijwieltjes? Ja! Maar dat heb je nog nooit gedaan. Ik kan het wel! Ik kan het! Ik kan het! Dat is niet grappig. Fietsen zonder zijwieltjes is niet makkelijk. Zal ik je even helpen, Peppa? Ja, graag, papa. Oké. Klaar voor de start. Af. Niet loslaten, papa. Niet bang zijn. Ik heb je vast. Dat gaat heel erg goed, hoor, Peppa. Hou me vast, papa. Gewoon blijven trappen. Peppa fietst alleen, zonder zijwieltjes. Papa, je liet me los. Haha, je fietst de hele tijd al helemaal alleen. Echt waar? Je bent er echt heel goed in. Meen je dat? Oh, ik kan het echt. Kijk mij eens. Ik kan echt fietsen. Kijk dan toch. Henkie, Susie, Kelly, kijk! Ik heb mijn zijwieltjes helemaal niet meer nodig. Kijk dan toch! Hoera!